Champagne in longdrinkglazen. Hij gaat met een grote dikke zetten aan de deur. Ja. Nou, op onze 3-jaar anniversary. Ik heb een bal. Proost. Kom maar, meid. Oh, we zijn nu eigenlijk volgende aan de beurt hoor. Ja, gelukkig wel. Ja, er gaan twee mensen weg, dat ziet er goed uit. En we hebben alle tijd. Nou, het voer is er inmiddels en het ziet er best wel. Hoe vind jij het echt eruit? Het ziet er heerlijk uit. We hebben het ook verdiend na zo'n zware dag gisteren. Het is een parkatshow. Ik heb een korte broek aan. In november. En het is vandaag 12 november en het is heerlijk weer. En wat is er gisteren gebeurd? Wat voor festieve gebeurtenis was gisteren? Gisteren waren we 3 jaar bij elkaar. Ja. Zoals Whitney Houston ooit in interview zei, toen de interviewer vroeg, hoe gaat jullie relatie? En toen zei Whitney, weet je wat, schrijf ons huwelijk 6 weken tot 3 maanden. Ik denk dat we het prima doen, nu na 3 jaar. Nou. Nou, ze gaven ons huwelijk wel iets langer, toch? Ze gaven onze relatie 6 weken tot 3 maanden. Ik denk na 3 maanden en 1 jaar verloving, en 2 katten, dat het nog steeds goed doen. Ja, nou, die katten die proberen elke dag te vergiftigen, dus... Nou, we staan op de... Vluchtelingenboot. Ja, we gaan even een tripje maken naar... hoe heet het plaatje? Qashqai. Qashqai. En we staan op een beetje bus... op een treinstationnetje. Maar er komen een beetje... aparte types rond. Ja, voor mij hebben ze hier een feestje in de buurt gehad of zo. Ze zien er best wel aan uit, maar het is wel 1 uur 's middags, dus... Vertieft, ja. Zo noem je dat. Oké, girl. Vertel. Wij zijn nu in het badplaatsje / dorpje Qashqai. Een private concert show. En het is hier het Landse Oceaan. Mensen zwemmen hier, mensen chillen. Ik zie daar Dion zitten. Daar zit Dion. Daar is Dion. Daar is de zee. En hier ben ik. Ja. Hier ben ik, schatje. Oh. Hi. Je zit er erg anders naar te kijken. Ja, nou is toekomst. Ach, meid, sentimenteel ben je ook. Ik zie die 2 kinderen lopen, zegt hij. Ja, we... Het was een heel schattig jongetje. Ik zit te kijken naar onze toekomst. Schattig. Nou, zullen we een vinootje gaan drinken ergens? Ja, je had het woord uit mijn mond. Meid, ik heb een borrel nodig. Nodig. Ik bedoel je of jij? Nee, ga je hier gewoon heen? Ja. Nou, we zijn in Qashqai met de trein heen gegaan naar Lissabon en het is wel moeilijk om hier iets. Er zijn hier alleen maar Irish pubs bijvoorbeeld. We zijn in Portugal, dus het is wel een beetje surf. Ja. We hebben wat gevonden en nou zegt een man van ik ga even een Nederlands menu voor je pakken. Dat is eigenlijk ook wel een. Schattig. Nee, dat is niet schattig. Dat is echt een. Hoe noem je dat? Een donut. Ja, zoiets. Nou goed, ze zullen vast wel een wijntje hebben, dus dat maakt alles weer goed over. Ja, beter. We zitten in een gay bar en
Volgens mij hebben ze allemaal met z'n allen een begrafenis gehad hier ook. Want echt een grafstemming, niet te doen. Dus, maar kijk maar. Yes, we zijn in Gay Bar beland. De derde. Nou, dit is by far de beste. De eerste, dat was een, hadden ze vanmiddag een begrafenis gehad van een gay-icoon naar de stad. Dus iedereen die was een beetje stil. Cher was dood in Lissabon. Ja. De tweede was, werden door 3 mannen tegelijkertijd drugs aangeboden. Binnen 1 minuut. En er zijn maar na 1 keer toen ik ook maar weggegaan, die ook best wel klein was. En nu zijn we in een soort Portugese prik. Heel gezellig. Ja, heel gezellig. Maar we hebben een nummertje gekregen. 24. Ik was 25. Maar nu 47. We weten niet wat het is, maar volgens mij zijn zeg maar, nummers aan elkaar gekoppeld en staat het dus al vast met wie je naar huis gaat vanavond. Best meer je leeftijd, zeg maar. Meid, 24, dat past veel beter bij mij. Maar goed, we gaan het zien. Het spel is nog niet begonnen, maar het gaat wel een spannend avondje worden, denk ik. Bonjour, bitch. Bonjour. Hoe voel je, meid? Ik voel me goed. Maar ik vind het niet leuk om naar huis te gaan. Hij is altijd een beetje emo. Ik ben ook een beetje emo. Nou ja, het was wel erg leuk. Zo'n appartementje was dit. Maar ja, is het no goodbye? Nee, want we gaan hier zogenaamd wonen. Nee. Zogenaamd wonen? Was daar dan klaar met z'n studie? Maar ik moet het nog zien. Echt. Ja, de laatste Lissabon momentjes. Ja, dat moet eerst nog maar gebeuren. Nee, maar ik heb veel plannen gehad, dus het zou leuk zijn. Recuerde, en caso de evacuación, es importante seguir las indicaciones de la tripulación de cabina y en ningún caso debe llevar consigo su equipaje de mano para... Daron is weer een beetje emotioneel natuurlijk. Nee, ik denk niet leuk, nee. Sentimenteel. Ja, ik heb ook gevoelens. Zeker. Ja, je bent wel lief geweest hoor, dit weekend. Je keurig gedragen. Thank you for your attention and enjoy your flight today with Vueling. Op naar de volgende tripje. Maar volgend jaar met jullie strikje hier. Ja. Nou ja, als ik die mee mag nemen van zij. Nou, als het thuis zou blijven, zou ik het ook niet erg vinden. Nee, maar ik wel.